Drie scholen in de provincie Utrecht mogen zich vanaf vandaag excellente school noemen. Ze krijgen het predicaat van de inspectie van het onderwijs. Voor basisschool Willy Broeders in Breukelen betekent de titel vooral erkenning voor de medewerkers en de directie van de school. Vroeger ging het bij de inspectie alleen maar om de resultaten. Als je bij de CITO maar hoog scoorde, dan zat het allemaal wel goed. Maar nu kijkt de inspectie veel meer naar het welbevinden van leerlingen en van leerkrachten. En dat vind ik een mooie ontwikkeling. En ook de tweede van de Hughtschool in Soest en het Varel College in Amersfoort mogen zich nu excellente school noemen. Daarmee komt het totale aantal excellente scholen in onze regio nu op 20. Scholen moeten zichzelf aanmelden om het predicaat te kunnen krijgen. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt onvoldoende toezicht op veilig thuis in Utrecht, zegt een vader die beweert na de geboorte van zijn dochter ten onrechte beschuldigd te zijn van kindermishandeling. En hierdoor heeft hij geen normale band met zijn kind kunnen opbouwen. Bij RTV Utrecht meldde zich de vader van een meisje. Ook hij is ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling. De man wil niet voor de camera verschijnen, maar hij vindt dat de inspectie voor de gezondheidszorg niet opkomt voor de belangen van ouders die ten onrechte zijn beschuldigd. En meerdere ouders hebben een klacht ingediend tegen Veilig Thuis. De vader zegt dat de inspectie voor de gezondheidszorg zich afsluit voor signalen van ouders. Opnieuw een autobrand in Utrecht. Dit keer vloog in de wijk Oog in Al een auto in brand. De wagen stond geparkeerd aan de Herderlaan en heeft veel schade. De brandweer had het vuur snel onder controle. Utrecht wordt al weken geteisterd door autobranden, met name in de wijken Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht. Of het nu weer om brandstichting gaat, wordt nog onderzocht. Omstanders zagen vlak voor de brand iemand wegrennen. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat niet omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht. De economie groeit en veel werkenden kunnen op loonsverhoging rekenen. Maar doordat veel prijzen stijgen, merken we daar weinig van, zegt het Nibud. De inflatie is sterker opgelopen dan was voorzien. Huishoudens houden daardoor netto over het algemeen iets minder over. Koninklijk bezoek vandaag in Utrecht. Prinses Beatrix komt naar Tivoli-Vredenburg. Daar woont ze een symposium bij met als thema een duurzame samenleving. De organisatoren willen zich sterk maken voor de democratie. De eerste bijeenkomst werd in 2005 georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarige regeringsjubileum van Beatrix. Dan krijgt u nog het weer. Het blijft vanmiddag droog en soms laat de zon zich ook zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 8. Vanavond en vannacht is het bewolkt en zacht. Het koelt dan af tot een graad of 4. Tot zover. Kijk voor meer nieuws uit de regio ook op onze app of op de website rtvutrecht.nl.